Winterkost bij Poys. En daarom bij Poys Wat Maak Je Menu. Deze week Hollandse hutspot met een noordersoucijs. En hiervoor heb je de volgende ingrediënten nodig. De noordersoucijs, dat is een rundersoucijs, heerlijk gekruid. En die combineren we met ongezouten roomboter, spekjes, want dat komt door de hutspot, worteluien, laurier, kruimige aardappelen. En we maken er een heerlijke jus van mosterd met een jusverbeteraar. En de wijn, een Chileense Merlot. De noordersoucijs, en die is heerlijk gekruid, dus we hoeven geen zout en peper meer toe te voegen. Er is één klein geheimpje van het bereiden van een goede saucijs en dat is vellen. Als je dat niet doet, dan knapt dat velletje en dan loopt die heerlijke vulling eruit. Dus kokend water, de saucijzen in het kokend water. Zo, even de koker over. En als het kookt, dan pak je de saucijzen eruit, even uit laten lekken en zo op het schaaltje. En dan laten afkoelen. Dat vocht van is eigenlijk een beetje bouillon. Dat bewaren we eventjes. Want daar gaan we straks heerlijk de jus mee afblussen. We gaan een hutspot maken. Aardappels koken met een klein beetje zout. De worteluien. Dit is in een goede samenstelling. In één keer in de pan. Dan komt daar even een blaadje laurier op. En een klein beetje beetje water, niet te veel. Zo. Een beetje peper. Het is lekker hoor, peper op het spot. Snufje zout. Zo. Dekseltje erop en gewoon mooi zachtjes laten stoven. De spekjes. Hoog vuur. De spekjes droog in de pan. En die ga je gewoon mooi zachtjes uitbakken. Zo, de spekjes mooi krokant uitbakken. Dan ga je de spekjes eventjes aan één kant van de pan leggen, zo de pan een beetje scheef. Dan loopt het vet er even een beetje uit. Want dat is allemaal smaak. Mooi krokante spekjes. Die zullen we bewaren. Zo. En dan wippen we ze zo eventjes op de keukenrol. Dan lekken ze even mooi uit. Kijk, dit is allemaal smaak, dus dat wil ik graag bewaren. Dit even een beetje verdelen. Dat gaat straks lekker door die hutspot. Dan pak je even een klontje roomboter. En dan gaan we dat eventjes heerlijk in de roomboter aanbraden. Even een klein blokje boter. Een mooi klontje echte roomboter in de koekenpan. Even wachten tot het heet is. Pakken we de saucijs. Even kijken, is die heet? Ja, kijk. En dan gaan we mooi goudbruin aanbraden. En even een klein beetje schuin houden de pan zo. Dan kan je ze daar mooi in, rondom, goudbruin kleuren. Zo. Kijk, en dat is het geheim als je dus die saucijsjes mooi heel wil laten. Eventjes wellen. Kort in kokend water. Zo, mooi goudbruin van kleur. Dan pakken we de mosterd. Komt er een royale eetlepel mosterd in die jus. Een beetje losroeren. Dan pakken we de jusverbeteraar. Klein dopje erin. En afblussen met het vocht waar we in geweld hebben. Dan heb je een heerlijke jus. Even goed doorroeren, alles meenemen. En de saucijzen die gaan lekker om en om daar een beetje in verder garen. En warm houden op een zacht pitje. Saucijzen en de jus is klaar. De aardappels die moeten even droog stomen, belangrijk. En dan
de worteleien. Nou, die zijn mooi zachtjes gestoofd. Heerlijk. Pakken we die hele eenheid, die doen we even zo. Hup. In de zeef. Klaar. Pakken we eventjes, drukken we even dat vocht eruit. Kijk, er zit van dat vocht in. Dan gaan we even het laurierblaadje opzoeken. Kijk, die kan er even tussenuit. En goed uitdrukken. Want dat wil ik straks graag weer even gebruiken om wat smaak te maken. De hutspot erin. Dan de aardappels. Droog gestoomd. Die komen erbij. Op de worteluien. Pakken we de stamper. En dan stampen we die aardappels mooi door die worteluien heen. Dan pakken we een klontje boter. Een klontje boter er even door, dan wordt het heel erg smeuig van. Het is lekker. En dan eventjes, want het is een beetje droog. En dan pakken we nog een beetje van dat vocht. En dan giet je er nog een klein beetje bij. Zo. Kijk, je kan er altijd nog bij doen. En een uithalen kan niet meer. Zo. Gaan we het eerst eventjes proeven. Peper mag. Even proeven. Spekjes erbij, die zijn zout, dus pas op met zout. Die zijn mooi krokant droog nu. Even doorroeren. Kijk, heerlijke oer-Hollandse hutspot. Niks meer aan doen. We gaan dit heerlijke wintergerecht afmaken. De hete hutspot, ik gebruik altijd voorverwarmde borden. In de midden, een beetje verdelen. Even een kuiltje maken. Dan komt de jus daarin. Een klein beetje zo overheen. Dan pakken we de saucijs. Ik heb hem even door de midden gesneden. Nou, dan heb ik dat blaadje laurier nog. Dat is toch grappig om daar een beetje mee te garneren. Peterselie er zo tegenaan. Ah, joh, is toch een heerlijk winterkostje. Strooi er nog een klein beetje spekjes zo een beetje voor langs. Heerlijk. Heerlijke hutspot deze week met een Noorderse saus en een lekkere mosterdzuur. En een glas Merlot uit Chili. Lekker, nieten.